gymzaal van het Zeldenrust Steeland College in Terneuzen. Het is 8:50. Leerlingen van het VMBO maken zich op voor het eindexamen aardrijkskunde. Het gaat over vakantiebestemmingen en toerisme. En de omloop en de kringlopen van het water in verschillende landen. Maandag 26 mei van 9 tot 11 uur. We hebben aardrijkskunde. Ik laat even Bart zien of de enveloppen nog dicht zijn. De 18 eindexamenkandidaten blaken van zelfvertrouwen. En dat komt niet omdat ze veel uren in de voorbereiding hebben gestoken. Niet echt. Waarom niet? Dat ik toch had verwacht dat het niet echt moeilijk zou zijn. En er was niet veel om te leren eigenlijk. Geef ons de wijsheid om te erkennen dat er meer tussen hemel en aarde is dan een mens kan begrijpen. Na het gebed en een bescheiden applausje voor de directeur begint het examen en worden we vriendelijk verzocht de gymzaal te verlaten. Na anderhalf uur staat praktisch iedereen weer buiten. Conclusie: kat in bakkie. Makkelijk, snel, alles goed. Zaten er nou vragen bij waar jij niks mee kon? Nee, maar soms zaten er wel van die irritante vragen bij waar je eventjes in de tekst moest zoeken. Er stond een lab tekst of zo, dan moest je een antwoord uithalen. Ik vond het niet moeilijk. Het tweede hoofdstuk was wel iets moeilijker, maar het ging goed. Echt veel tijd om bij te komen hadden de Terneuzense VMBO'ers niet. Want voor vanmiddag stond er weer het examen Engels op de rol.